Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Jawel, ik heb goed geslapen. Oh. Ik zie het al. Ik ga. 3, 2, 1. Wauw! Damn! Dat werkt weer. Cool. Dus als ik klap, dan ben ik aan. Dat zien jullie. Voilà. Een zeer goede morgen allemaal. Welkom op, dus op een gloednieuwe vlog. Hehe. Ho ho. Het is nu geen goed weer buiten. Wat ik dan zometeen nog moet doen, dat is de vuilzakken buiten zetten. De blauwe zakken vuilzakken. Buiten zitten, die staan hier al klaar. Ik heb hier een en ander wat opgeruimd. Dus dat gaat allemaal mee naar. Zeg het, met de vuilkar. Die mannen verdienen ook wel eigenlijk altijd een pluim hoor. Die moeten soms door weer en wind, hè. Autoregen, hè. Dus chapeau voor die mensen. Oeh. Oké. Dus ik ga jullie letten. Dan kan ik ook de vlog van gisteren in elkaar steken. Dus even zo gauw kijken. Nee, bedankt. Voltooid. Dit sluiten. Nu uitproberen. What the fuck is dat allemaal? Scan. Ja, mijn computer vraagt deze morgen al redelijk veel dingen. Ja, dat moet je doen, dat moet je doen. Ziet zelfs hier op plus 1 staat hier bij. Ah, voor advanced sessie een keer. Oké. Ja, mijn game leest. Ik ga dat nog eens laten zien. Kijk, joink. Wow, 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 wow. Ho, ho, zo zorgen, ho, ho. En nu is de koffie ook doorgelopen, dus we gaan nu ook nog een tasje koffie drinken. En dan kan ik mijn schattenkist even naar huis doen. Want ik moet ook nog zelfs ook thuis zijn voor mijn begeleiding. Om, wat had ik gezegd? 2 uur. Ja, dankjewel schattie. 2 uur. Maar eerst ga ik... Ja... Yep. 2, 3. Voilà. Ik ben al verminderd naar 6 klontjes. Hoeveel klontjes moet jij? Maar 3. 3 klontjes. Oké, 4. En dan schat hij. 1, 2, 3, 4. Oh, dat begint. Oh, nu heb ik daar van steps hè, weer al in mijn hoofd. Nu nog de koffie. Als dat maar goed komt, dames en heren, als dat maar goed komt. De grote mok. Ja, voilà ze. Ja, mijn schatje heeft slijmen. Dus daar even niet op letten. Voilà ze. Ook de koffie voor mijn schatje is klaar. En je moet daar nog melk bij. Ah ja, ik geef hier al. Uw melk is hier niet. Maakt niet uit.
Oké. Dan ga ik mijn camera van achter nog eens terug activeren. Dus ik kan mijn eigen terugzien. Dus ik ga nu ook wat melk geven aan mijn schatje. En dan, jawel. En dan nog voor mijn eigen Valessa. Daar zit er ook alweer al in. Deze gaan we terug in de koelkast plaatsen. Dat helpt mij, denk ik, dat ik vandaag melk meeneem. Oké. Als dat maar goed komt. Dan voor mij. Boink! Soeplepel. Voor haar. Boink! Een koffielepel. En dan. Boink! Zet ik deze koffie van haar terug op de tafel. En dan vandaag komt ook nog mijn begeleid. Ah ja, dat heb ik al gezegd. Oh, het is hoe goed dat ik al wakker ben. Naad. Dan leeft. Dat klopt. Deze. Ga ik eens ook eens richting de berging gaan. Om dit weg te leggen. Joep. En Valessa, dat ligt hier ook al in de berging. Op de juiste plaats. Is echt alles weg nu. Ja. Even mijn kastje toe doen. Voilà. Voor mijn verwarming. Ja, die was nog eens een keer eens uitgesprongen. Maar wanneer dat is gebeurd, ik weet het niet meer. Oké. Dan de blauwe zak even oprapen, want die was omvergevallen. Voilà. Ah ja, nu vergeet ik mijn eigen koffie. En ik laat van alles weer afvallen. Voilà, die gaat terug uit. Daarna ga ik eens lekker naar de PC. Oh la 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 la, voilà ze. Uw systeem is nu schoon en snel, ja. Dat is wel waar. Een hele goede vraag van mijn schatje uit. Hoe gaat het met jullie? Laat het eens even hieronder in de comments weten hoe het gaat met jullie. En na de koffie krijgen jullie haar ook even te zien in mijn vlog. Oké. Dan ga ik even mijn SD-kaartje even nu leegmaken wat er al op stond. En dan kan ik dat al in een kanaal steken, dat van de vlog van gisteren. En dan zien we PM misschien zelfs verschijnen in mijn vlog. Yay. Tot ziens allemaal. Yo. Wow. Ik heb die even in de oplader gestoken, mijn GoPro. En die is al 54%. Damn you, ik verschrok ervan. Dus ik heb alles, hè. Portefeuille, ja, die had hij mij gegeven. GSM. Sleutels, ja, want ze zit al in de wagen. Ah ja, ik moet nog een vuilzak nog meenemen. Of twee. Zie ik nog eentje toebinden. Wat gaan we doen? Ik heb ook nog mijn koffie leeggetronken, zo, dan zien jullie mij beter. Want zo zagen jullie allemaal mijn geld, hè. En dat is niet de bedoeling. Voilà. Zo'n appetante systeem met die vier flappen. Ik weet niet waarom dat ze dat zo hebben gemaakt. Dat is er niet. Oh, appetante. Lukt me niet, hè. Niet altijd de eerste keer. We gaan poging 2. Kruis. Goed aanspannen. De eerste dan nog. Kruis, aanspannen. Dan
ene flap. Dat is die tweede. En dan een keer eens vastbinden. Zo, voilà. Dat heb ik nu ook alweer al. En ondertussen is de vlog ook in render mode. Dus dat is goed. Sorry dat ik jullie even ondersteboven hield. Even de vulzak neerzetten. Jullie niet? Nee, ik pak jullie terug mee. Amai, ik ben boertjes aan het laten. Maar dat is de vuilzakken gaan mee. En wel zegt een klein beetje niet onder controle. Olé, voilà. Oei, het is aan het regenen. Olé, voilà. Merci, Kes. Moet je zien? Hey. Alles goed? Goed met u. Bij mij ook. Nu is het goed. Alleen... Nu is het goed. Ja. Maar... Draai terug. Oh, ik mag nooit zo lang naar haar filmen, hè. Nee. Kijk dan. Ja. Maar het is ook wel een fantastisch weerken, hè, vandaag, schattie. Nu lelijk weer. Lelijk weer. Zeg. Het is al te veel regen. Dat is niet waar, daar mag nog pakken regen uit de hemel vallen. Ik heb liever zon dan regen. Zeg mensen, ik ook hoor wat zij zegt. Nee, niet te veel regen, of anders kunnen we verzapen. Of de beker staan vol. Ja. Allee, tot zijn allemaal. Yo. Zo, hier terug thuis aangekomen, ben ik al mijn deurtjes aan het sluiten. Oh, dat is die kraan waar ik hoorde. Ja. Godverdomme, kan ik die terug open doen? En deze terug sluiten. Deze terug sluiten. En dan asap terug naar binnen toe. Waarom? Dan zit op iemand op mij te roepen. Ja, ik kom, wc. Dus deze op mij aan het roepen. Dimitrieke. Ik verwacht jou. Holy shit, ik verwacht jou. Oké, verwacht dat mij dan maar. Terwijl dat ik op de lift aan het wachten ben, ga ik mijn camera schoonmaken, de juiste sleutel nemen. Voilà. En jullie zeggen niet van, ja, maar de trap is toch sneller? Dan kun je toch sneller naar de wc gaan? Dat klopt! Dat weet ik! En hier zit een vlieg! Hier zit een vlieg! Nee! Een motje! Voilà, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Oh, ik moet echt drinken. Ik heb bijna geen tijd om de deur te sluiten. Hoe zit het met mijn vlog? Zal ik eens gewoon goed kijken voordat ik naar de wc ga. Nog 1 uur en 40 minuten. Oké, dat is nog even. Allee, tot straks allemaal. Yo. Want ik moet echt heel dringend naar de wc. Wat een opluchting, man. Just op tijd op de wc aangekomen. Aha. Dan mijn koffiepot goed uitspoelen wat ik deze morgen heb gezet. Voilà.
Ja. Moet ik nog eens doen? Nee. Even iets checken. Oké. Weet je waar ik nu goesingen heb, mensen? Ik zie het hier staan en ik krijg daar goesingen. We maken! Daar had ik dus goestingen dat mijn tong nu zo wat tintelt. Oh, lekker. Lekker, 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 lekker. Dus, maar nu, tegen mijn koproger nog maar een kleine tijdspanne maar kunnen opladen, ga ik die terug in de oplaadstation gooien. Dat die nog vol kan geraken, dat ik vandaag toch nog iets en ander wat kan filmen, hopelijk. Want het weer is echt niet fantastisch. En ik heb juist iets gehoord op de radio. Iets heel, heel, heel raars. Dat moet ik ook wel eens checken als dat gaat kloppen. Dat is iets met het weer. Eens even kijken, hè. Het weer, het weer, het weer. Gewoon iets van 30 graden. Maar ik zie toch nergens geen 30 graden. Wacht, hè. Ik kan dat beter bezien. Even kijken. Het weer in Alken. Enter. Toestemmingen. Ik dacht als ze zo op het radio zegde van ja, het gaat 33 graden worden. Waar dat dan? Ik zie toch nergens geen 14 dagen, misschien daar ergens. Ik zie temperatuur dus zaterdag. Ja, dus ja, deze komt zaterdag online. Dus zondag 22 graden. Maandag 8, wacht hè. Zondag gaat het wat zonnig zijn en wat bewolkt. En dan in de middag gaat het wat regenen en onweren. En in de avond gaat het ook wat regenen en onweren hier in Alken. Dan zitten we al op maandag. Gaat het 18 graden zijn en wat bewolkt en wat regenachtig. Ik zie toch nergens geen temperatuur van 30 graden tussen staan. 18, 18, 20, 21, 21, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22. Dus dat zal wel ergens wel een fout geweest zijn bij hun. KMI. Ik kan nog eens op de KMI website nog kijken. Dat is de enige website waar ook nog zo de weerberichten op staan. Hier zie ik 18, 11, 20, 21, 18, 17, 19, 17. Maar dat is voor regio Brussel. Dus wacht, hè. Nee, voilà. 21, 18, 19, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 18, 19, 19. Ik zie nergens geen temperatuur richting de 30. Voilà. Ik weet niet waar ze het hebben vandaan hebben gehaald. Q Music. Allee. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.
Zo, kijkers. Ik ga nu eens terug naar mijn schatje toe. Mijn GoPro is volledig opgeladen. De velkarresje is ook aangekomen. Dus ik hoop dat ik bij kan. Normaal gezien wel. Normaal gezien wel. Maar eerst toch naar de kleine kamer toe gaan. Dan is de velkar toch weg. Dus even kijken als er niks is blijven liggen. Nee, er is niks blijven liggen. Alleen nog een paar flesjes of zo. Maar alles is goed opgeruimd. Mooi. Dat doen ze toch goed, hè. Allee, tot ziens. Joe. Want de kleine kamer ga ik niet filmen. Wat doen we dan als we naar de kleine kamer zeker gaan? Ons handjes was... Jawel. Dat is zo een goede 40 à 60 secondjes uw handjes wassen na de wc-bezoek. Dus vanaf nu 40 tot 60 secondjes, dus dat is tot een minuut moet ik nu mijn handjes wassen. Dus ik doe ergens ook de kraan dan terug toe, dat ik niet te veel waterverspilling doe. Handjes wassen, handjes wassen, la 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 la. Handjes wassen, handjes wassen, la 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 la. En ook goed tussen de vingers, hè. Zo, hè. Goed ertussen. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Dat de microben allemaal goed kapot zijn. Hup, hup, hup. Hup, 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 hup. Goed er nog eens ertussen. Voilà. En nu afspoelen. Voilà, hè. En doe altijd dan met de elleboog de kraan terug toe. Voilà, hè. Maar wat ik nu ben vergeten is een handdoek. Voilà. Om mijn handjes af te drogen. Ik was ook nog juist bijna iets aan het vergeten. De was. Dus die ga ik ook nog gauw halen. En dan ga ik richting mijn schatje toe. En dan zo naar... eerst naar de Action toe. Dan naar mijn ouders. Oh, ik heb nog een hele rit voor de boeg. En ik wil hier nog van alles insteken. Zodat ik mijn zakdoekjes. Er zit ook nog een zakdoekje in, dacht ik. Nee, toch niet. De andere zak, daar zit mijn mesje in. Ah nee, toch niet. Een zakdoek. En mijn aanstekers. Voilà. Dus nu ga ik dat ook meenemen. En dan zie ik jullie allemaal. Ik zie nog was. Eens even kijken. Nee, hier is geen was meer. Dat is goed. Voilà, wasmanden. En ik ga nu vertrekken naar mijn ouders. Eerst naar mijn schatje toe. Dan naar mijn Action. Dan naar mijn ouders. Dan heb ik hier nog gesprek. Hoho. Zo, dat hier op. Bij het Spark X aankomen. Action. En al Albert Heijn en al. Ga ik nog gauw eindelijk het mijn lamp kopen. Dat ik terug in een full house van lampen heb. En ik ben er continu aan het vergeten. En ik rijd er continu langs. Ja. Dus ik kreeg de kar niet meer naar boven toe. Lol. Maar ik ben goed bezig met mijn conditie. Want hij pakt de trappen. Trappen. En voilà. Zo blijf je in beweging. Beweging. Voilà. Nu komen we ook bij Spark X aan. We zijn nog goed bezig, ook nog. Met roeien. Daar is ook een cameraploeg aanwezig. Reizen zijn ze bezig. Je kunt daar van alles. Maar ik ben voor een licht. Allee, tot ziens. Een snelle koop van mij. Dus ik heb jullie even laten zien. Ik heb jullie in de andere hand laten houden. Voilà.
Dan is mijn verlichting terug compleet. Want ik had één kapotte verlichting in mijn eetkamer. En die wordt nu vervangen. En hopelijk gaat het marcheren. Hopelijk. Dan kan mijn koek al niet meer zeggen van sorry. Sorry dit, sorry dat. Oei. Out of order. Iedereen moet hier de liften nemen. Om met de winkelkarretje naar boven te gaan. Dat gaat hier nog een chaos opleveren. Allee. Lassen. Nu gaan we naar mijn vriendin toe. En op dit tijd is weer nog altijd goed aan het regenen. Mijn vriendin gaat het ook niet aanhogen. Zelfs kan is ook zelfs toe. Yo, yo, yo. Dat is zo. Zo, hier nu bij de Carrefour in Alken aangekomen. Ga ik één fles duvel kopen. En dan ook nog hespenblokjes. Ook nog zakjes tinken. En choco voor te eten. Voilà. Dat is nog mijn boodschappen voor vandaag. Wat ik nog ga doen hier in de Carrefour in Alken. De gezelligste winkel, want dat was vroeger de brouwerij van Alken. Want ziet dat eens. Wauw. Schoon, hè? Voilà, zeg. Heel mooi. Dus ik ga nog een mandje nemen. Voor alles dan in te leggen. O ja, en ook nog sandwiches moet ik ook nog nemen. Voilà, zeg. Tot straks allemaal. Klein beetje meer gekocht dan normaal. Ja. Klein beetje meer gekocht dan normaal. Die zak zit goed vol. Ja. Even mijn handrem optrekken. Mijn sleutel ga ik op de deur steken. Ja, daar zit er dan. Mijn brievenbussleutel zit er dan ook nog eens ertussenin. Geweldig. Oh, mannetjes. En mijn broek is ook aan het afzakken. Oh. Klagen kan ik, hè, mensen. Klagen. En zorgen, denk ik. Voilà, het is er weer altijd tussenuit. Dan de juiste sleutel nog zien te vinden. Voilà, en dan richting naar boven toe. Want dit is zwaar. Het is zwaar. Het is zwaar. En dan kom je juist een optoeken voorbij. Hoi. Voilà, zet lekker gaan shoppen. Voor te eten. Ha, dat heet. Wil je macaroni met kaas en hers? Ga ik klaarmaken. Ja, voilà. Hey, Pepje. Zo, heel eventjes met mijn onderbuurvrouw ook even gekletterd, gekletst. En dan ook over mijn boodschappen was het thema. Voilà, ik ben aangekomen. En ik werd het direct al gepinkt. Oh. En die ding. Ik ga direct eens kijken wat daar allemaal, hoe ze mij allemaal aan het storen zijn. Dus even kijken. Oké. Het is goede berichten, goede berichten. Oh, wat lief. Dus ik ga nu even alles uittasten. Oei, mijn computer is nog altijd niet afgesloten. Please, plog. Vlog.
Zijt aan het renderen, alsjeblieft. Zijt aan het... Ah, hij is klaar. Dan kan ik gaan uploaden. Yippiekejee, motherfuckers. Yippiekejee. Dus ik ga jullie wel eens even goed laten zien in de kort wat ik allemaal heb gekocht. Ik ga jullie hier zo zetten. Voilà, hier zo tegen. Als dat zo wat wilt blijven houden. Voilà. Pak de zakjes erbij, hè. Pak de zakjes erbij. Dus, pannenkoeken. En ik heb nog iets gekregen van de Rode Duivels. Raad de Rode Duivel. 20 duizend bonuspunten. Ik zeg hem dus dat meedoen. Dus, pannenkoeken. Sandwiches. Sardinnen. Choco. Zwamsausjes. Hespenblokjes. Voor bij de macaroni. Samsonworst. Duvel. Melk. En een pot siroop. Is dat alles? Ja, dat is alles. Dus ik ga dat nu allemaal even wegzetten, even gewoon eten. En wat ik heb. Als daar dan nog de tijd voor is. En dan, ja, dan gaan we nog bezien. Dus ik ga nu lekker eten en alles wegzetten. Tot later. Jojojo. Zo. Ik ga eens lekker brunchen, want ik ga echt mij niks buiten begeven, want het regent tot en met. Met bakken uit de hemel is het aan het vallen en al. Dus ik ga lekker brunchen. Dus ja, dat hoort eigenlijk niet op tafel als je eet. Dus gaan we dat even verwijderen. Voilà. Dus melk, suiker, mijn tas, haren tas, boter, choco, Samsonworst en dan nog mijn sandwichje. Dat gaat mij lekker smaken. En ondertussen tijd heb ik ook gezien dat mijn vlog volledig rond is. En het kan zijn dat ik nog deze avond ook nog een leuke livestream ga doen van een uur of 7, 8. Dat gaan we nog bezien, mensen. Voilà. Oké. Dat gaan we bezien. Dus en nu ga ik even gauw mijn vlog uploaden. Kan ik dat prima? Voilà, ik ga mijn vlog nu in de upload gooien. Ik ben toch aan het proberen voor deze vlog toch iets beter te maken dan die weer van gisteren. Mohahaha. Ik had een vlog nummer 127. Ja. En dan daar ook morgen dan een titel er ook nog eens op plakken. Want ik ben nu gewoon met vlog zoveel bezig. Zonder titels ervoor. Oh, en dat is eigenlijk niet goed, hè. Nee, dat is echt niet goed. Er moeten terug wat titels bij komen en al. S'avonds komt ook nog samenpunt rond een uur of twee, dus dat moet ik ook gegeten hebben. Dus ik ben echt aan het opschieten. Naad. S'avonds nog de koffie erbij pakken. Vlassen. Staat in de upload. Hoehoe. Jee, voilà ze. Ik kan nu eens lekker eten. Tot straks allemaal. Yo. Zo mensen, het samenpunt is weg. Fuji. Dan ben ik voor mijn allernieuwste schatje een kabelje aan het halen. Voor haar GSM.
In de Bowerbank. Denken ze toch nog over rondlopen. Waar ze wilt. En dan zal ik eens kijken hoeveel procent dat mijn powerbank heeft. 0. Ik neem haar graag beet. 100%. Voilà, ze. En wat Tom de Kok allemaal van plan is in die Q Music Studio, hè? Ik weet het niet. Allee, ik wou het juist laten zien. En dan veranderen ze juist de beelden. Kun je niet meer naar de studio kijken. Oh. Q Music toch. Malik Amor. Dat is wel de eerste keer dat die uitvalt bij mij. Oeh, de eerste keer, oké. Okay. Leuk, 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 leuk. Dat die uit het nul was, hè. Leuk, leuk, leuk. Ik ben nu echt weer aan het wachten, hè. Als ik nog de Q-Music Studio nog eens ga zien, even ook nog over Q-Music te... ik ga sowieso ook al dit kunnen aankondigen. De Q Beach House. Die gaat er ook dit jaar weer al aanwezig zijn in Oostende. Denk ik. Ik ben het even aan het kijken. Ik vind het eindelijk even... Ja, Oostende. Elk jaar wordt onze Q-DJ's vergezeld van een fantastisch team studenten die ons bezoekers de tijd van hun leven bezorgen. Ben jij ook zo iemand die de zomer wil doorbrengen in onze tweede thuis in Oostende en tegelijk een centje wil bijverdienen? Beschik je je over ongelofelijke horeca skills en ben je een student en heb je ongelofelijk veel zin om... het Q Beach House van dichtbij mee te maken, dan zijn we op zoek naar jou. Schrijf je hier in. Dus even kijken, als ik op hier in klik, dan krijg je een hele lijst voor het in te vullen. Dus ga naar www.qmusic.be, klik dan op het nieuwspostje. Kom werken aan ons Q Beach House. En dan ook nog op 28 juni 2024 hebben ze ook de Foute Party in Vlaanders Expo in Gent. Die is totaal uitverkocht. En kijk eens hoe die studio is ingekleed. Ziet dus hier een opblaasbare high. Hier ook nog iets. Daar nog iets. Daar een raket van een opblaasbaar iets. Hier in een flamingo. Allee, ik wil nog eens een andere. Hier hebben we dan ook nog zo'n een opblaasbare cirkel. Wat is die geton toch van plan? En daar hebben we ook nog iets. Zo'n lichtmatrasje. Ah, zo. Ziet je? Ik hoop dat er nog andere beelden komen. We gaan naar richting 12 toe. Ja, oké. Okay. Come on. Een ander beeld? Nee? Krijgen we geen ander beeld? Dan gaan we direct terug over naar muziek. Ai, ai, ai. Zie, dat is, hier staat een krokodil. Nog zo'n cirkel. Hier staat een bootje. Lichtmatras, lichtmatras, lichtmatras. Hier komen ze nog met iets binnen. Oh my fucking god. Tom! What are you doing on Q Music? Zit hier ook... Oh, hier. Een orka. Hier komen ze nog met iets binnen. Zit. Hier zat juist in die hoek. Allee, maar plaats. Zit. Oh, die moet op het ladder... Oh, die gaat op een stoel staan. Oh my god. Moet kunnen. Veiligheid. Top. Dan houden ze haar ook nog niet eens vast. Alle. Echt geen gentleman, hè. Geen gentleman.
Nee, dus even ook over de photo party die uitverkocht is. Wie komt daar eigenlijk allemaal? Onze line-up is Last Ketchup, Willy Sommers, Get Ready, Let's Go, Ruslana, Dorothee, Vegas en Like Martin, Mega Mandy, Marco, Schuitmaker en Kia vs. Sam Gores. Proud to be found. En dan komen 19.000 mensen daar naartoe. Dus ik zal zeggen, veel plezier. En dan hebben ze nog een wedstrijd lopen. Elke beller wint 5 jaar lang concerttickets. Jawel. Het ene jaar gooien Maarten en Dorothee met auto's. De volgende keer delen ze bitcoins uit. En daarna deden ze zwembaden cadeau. Maar nu... Beter dan dit wordt het niet, denken we. Maak je kans op 5 jaar lang concerttickets tijdens elke beller wint. Hallo, met wie wil je kans maken op tickets voor concerten van de grootste artiesten, musicals en comedy shows in de meest iconische concertzalen van ons land? 5 jaar lang. Dan moet je op woensdag 29 mei tussen 7 uur 's morgens en 9 uur 's morgens maar één ding doen. Bellen! Bellen, bellen. Naar het Maarten en Dorothee Call Center. En erin slagen live in de ochtendshow terecht te komen. Je maakt kans 5 jaar lang tickets voor deze iconische zalen. Sportpaleis, Lotto Arena, Vosstationaal, Stadsschouwburg Antwerpen, Capitool Gent, Trixo Arena en Trixo Theater. Het telefoonnummer van de callcenter is 0800 45 678. Maar er is ook een manier om het callcenter te omzeilen. Rechtstreeks naar Maarten en Dorothee te bellen. Meld je hieronder aan en ontvang als eerste tip over de rechtstreekse lijn naar de studio. Ja, ik ga dat doen. Ik ga hier, hup, voilà, verzenden. Yay. Ik heb me aangemeld. Voilà. Zottekes, hè, ben ik. Zottekes ben ik. En voor de rest, niks niet echt nieuws. Is er nog iets in de wereld gebeurd? Dus even kijken, als er iets in de wereld is gebeurd. Rector start procedure om bezetters uit Gentse Universiteit te zetten. Liveblog van Noorwegen, 4 leiders van Aard en Nijs comfortabel in het peloton. Eerste keer stemmen op 9 juni, dit moet je weten. Ik bood hem een slaapplaats aan, hij verkrachtte me op kot. Studente Lisa, 23, getuigd. Amai. Dat is der. Dat is der. Oh my fucking god. Ik bood hem een slaapplaats aan. Dus je moet wel het laatste nieuws plus ook hebben. Die heb ik ook niet. Dus ik kan alleen maar de headliner voorlezen. Ik bood hem een slaapplaats aan. Hij verkrachtte me op kot. Studenten Lisa, 23, getuigd. Hun band was vriendschappelijk en hij had een slaapplaats nodig. En dus bood de Nederlandse Lisa haar buurman AK, 33, een slaapplek in de zaal aan. Maar diezelfde nacht zou ze gewelddadig verkracht zijn door de man, die zo blijkt intussen ook niet aan zijn broerstuk toe was. Vandaag doet ze haar verhaal bij het laatste nieuws. Maandag wil ze in het rechtbank horen wat hij te zeggen heeft. Hij beet mijn lippen kapot tot hij bloed proefde. Eeuw. Dat is wel echt gewelddadig verkracht. Ja, ik was de woord aan het zoeken.
gewelddadig verkracht. Oh my fucking god. Blijf toch van de mensen af als ze het niet willen. Punt. Zo ben ik. En zo wil ik dat ook in de wereld gooien. Blijf van elkander af. Oh my god, en dan gaan we ook nog eens even richting de pannen toe. Attractiebeheerder 49 van Plosseland voor de rechter na ongeval in, waarbij oma en kleinzoon 4 in water vallen. Hij is er het hart van in. Maar ik moet ook weer al het laatste nieuws plus hebben, dus ik kan alleen maar de headliner lezen. Hij heeft meteen zijn fout toegegeven. Een 49-jarige man verscheen voor de rechter na een ongeval op Megamendi Jetski in Plopsaland. De pannen. De 40er was daar de verantwoordelijke en... Nee, een vrouw uit Aals en haar 4-jarige kleinzoon vielen in het water en raakten gewond. Door een menselijke fout van de beklaagd. Zo bleek al snel. Maar ook Plopsa als bedrijf staat... terecht in de zaak. Oké, okay, en meer weet ik dus ook niet. Dan moet je het laatste nieuws plus hebben. Voilà, ik heb er zo een paar headliners voorgelezen die ik vond van... Oh, dat is wel eens leuk is om eens in de vloggers te gooien en al. Ik ben nog eens iets heel leuks aan het zoeken. Misschien kan ik nog iets leuks in mijn vlog steken. Niet rek. Oei. Weerbericht. Intense regen en lokaal onweer mogelijk. Lokaal verwachten we 25 tot 50 mm in 24 uur. Zeer lokaal mogelijk meer. Het wordt vredig betrokken met soms intense buien. Lokaal onweer is mogelijk. Intussen deze middag en morgenochtend trekt er een regen- en een onweerszone over de noordoostelijke helft van het land. Lokaal verwachten we 25 tot 50 mm in 24 uur. Zeer lokaal mogelijk meer, meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 13 en lokaal 19 graden. Vrijdag namiddag trekt het actieve regenzone over ons land vanuit het oosten. Die zal vooral de noordoostelijke helft van het land aandoen. Maar met daar soms aanhoudend matig tot soms intense regen en zwaar bewolkt weer. Lokaal kan ook onweer optreden. Elders is het wisselend tot zwaar bewolkt en ontstaat er buien die lokaal onweerachtig kunnen zijn. In de kuststreek verwacht het KMI grotendeels droog weer. Oké, dat weten we dus ook weer al. Dankjewel, het laatste nieuws, voor het weerbericht. Is er dan nog iets leuks om te melden? Dat was dus eigenlijk geen leuk nieuws, hè? Dat er eigenlijk redelijk veel... Uitzonderlijk... Wat? Zurich, dat is hier toch niet ver vandaan. Uitzonderlijke sneeuwval in de Alpen is goed nieuws voor gletsjers en zomerskiers. Maar hindert het vrijmaken van de wegen. Hoewel het al eind mei is, zijn medewerkers van de Alpenpassen nog steeds druk bezig om de wegen sneeuwvrij te maken. Op onder andere Galiber, Stelvio, Timmelsoch... En de Kotarpas zijn sneeuwschuivers voortdurend in de weer. Dit jaar is het werk extra zwaar en gevaarlijk. Want aan het einde van de winter is het uitzonderlijk veel sneeuw gevallen in de Alpen. Op sommige plekken ligt een sneeuwlaag van ruim 8 meter dik. Wat? 8 meter? Ha! Dik en is lawinegevaar groot. Al is dat wel uitstekend nieuws voor de gletsjers. Oké, okay, ja. What the fuck? Echt waar. What the fuck? Dat kan ik nu niet voorstellen. Rond deze tijd sneeuw. Sneeuw, 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 sneeuw. Oh my god, ziet dat eens. Hoe mooi. Foto van... Tommelish. Of zoiets. Hier staat van onder. Wauw. Ja.
Voilà. Ik heb nog zo een paar nieuwskoppen voorgelezen, dus ik zie jullie allemaal wel straks terug. Yo, 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 yo. Nou ja, mensen, ik wil ook nog dit ook nog even melden. 27, 28 en 29 september 2024 zijn we ook aanwezig op Xlan 2.21. Welke kompels dat er doorgaan, ik weet het niet. De betalingen tot 1 juni is €35 en na de 1 juli tot 26 september is het €45. Dan weten jullie dat. Participants, eens even kijken. Ja, we staan er ook al ertussen. Dat is al heel mooi. Jammer genoeg niet met mijn logo. Oh, maar wel hier. Voilà, ik ga het jullie eens even laten zien. Voilà. En ik krijg een ping weer al. Die weten dat wanneer dat ik aan het vloggen ben, precies. Dat ze mij moeten storen. Aha. Oké, mijn lievertje mag wel altijd storen in mijn vlog. Dat mag altijd. Maar niemand anders. Oh jawel. Ook nog mijn maatje Chris mag mij ook nog storen. En Beertje. Die mensen. Niemand anders. Nee. Ah, we staan nog niet op Pate. Oké. We zijn wel al ingeschreven, maar we staan nog niet op Pate. Oké. Even kijken als er niemand in mijn clan wilt. Oei, klapblok moet ik dan open doen. Klapblok. Want daar staat ook mijn paswoord in en hoe ik ben ingelogd. Dus even kijken. Ja, oké. Dan weet ik dat. Ah, e-mail. Oh, e-mail. Dat weet ik dus niet meer. Oh my god. Hey. Oh nee, we zitten nog niet kerstmis. Dimitri stopt met kerstliedjes te zingen, want we zitten nog niet eens kerstmis. Dank u. Eens even kijken. We moeten weer ook kijken. Ah, hier. Ik heb het. Ja. Oké. Okay. Dus ik ga eens inloggen. Eens kijken als er mensen die toch willen joinen in mijn clan, dat die ook erin kunnen geraken. Hè? Opslaan. Eens even kijken. Management clan members. You would like to invite. Ah. Oké. Okay. Er zijn members die nog geen clan hebben, denk ik. Eens even kijken. So, wat zal mijn X-Lan crew? Dit. Ja, wacht hè. Kangaroo, eens even kijken. Kangaroo staat er niet tussen. Ik weet niet wat het juist inhoudt. Maar ik zou wel al ingeschreven, maar nog niet betaald op de Xlan website. Maar dat komt wel in orde. Dus we zitten ook meestal ook op onze oude plaatsen op Xlan. Als de zaalplan beschikbaar is, dan... geef ik dat ook door. En dan Freakomatic, daar komt geen verandering of geen schot in de zaak. Dus wanneer dat de ticketverkoop van start gaat, ja of nee. Ah ja, en dan is er ook duidelijkheid over de reality. Die gaan wel door deze jaar, maar dan deze gaat weer al niet aanwezig zijn.
is gewoon te ver om te rijden. Even kijken, nieuws. Die nieuwsbericht is... Oh, er is juist 5 seconden geleden een nieuwsboosje in de wereld gestuurd. Ah nee, toch niet. Oh, ik wil er eens echt aanwezig zijn in de reality. Wie kan mijn droom waarmaken volgens mij mee te nemen in de reality? Laat het hieronder in de comments weten. Wilt je mijn droom waarmaken om mij mee te nemen naar de reality toe? Of wilt je een kleine afspraak maken dat we samen kunnen rijden? Bijvoorbeeld met mijn kabinetje of zo naar de reality toe. Laat het mij dan maar in de comments weten. De reality gaat dit jaar door op 21, 22 en 23 juni. In de Martini Plaza, Leonard Springerlaan 2, 97, 27 KB Groningen. En dat is hier vanuit, hier bij mijn thuis uit. Ik ga het even opzoeken hoe ver dat het rijden is van bij mijn thuis uit. Ik durf echt niet te kijken. Oh my god. OMG. Dat is een hele lijn, hè, mensen? Dat is een hele lijn, hè? Joink. Ga ik dit doen? Als iemand mij wilt meenemen. Laat het echt hier in de reacties weten. Oh my god. Dan maak je mijn droom wel eigenlijk wel waar. Een tweede droom. Mijn eerste droom is nog altijd naar de Tremec gaan in Zweden. Maar dan moet wel... ja. Moet het toch 4 dagen zijn in plaats van 3 dagen. Dus wanneer dat Tremec terug 4 dagen wordt... Ga ik daar wel ook naar toe. Voor de rest is er niet meer veel te bespreken of zo. Ook niet over LAN-parties, waar ik naartoe wil gaan, ja of nee. Even kijken, wacht, LAN-party kalender. Eens even kijken. Als we nog ergens dichtbij zijn, LAN-parties. Nog maar 2 pagina's, dat is niet goed, hè. Nee, er zijn nog geen LAN-parties bijgekomen. Broken LAN en 1024 LAN, de 12e editie. Broken LAN, waar gaat deze door? Deze gaat door in Frankrijk. 140 deelnemers maar. Gaan we dat doen? Nee, dat is te weinig. En dan 1024 LAN editie 12, daar komen 204 LAN'ers op af. Dat is in Duitsland. Oké, dat is ook weer een buurland. Hoe ver is dat bij mijn thuis weer al af? Oftewel 659 kilometer, oftewel 688 kilometer, oftewel 745 kilometer. Ga ik dat doen? Nee, dat ga ik niet doen. Oké. Het ziet er wel een degelijke website uit. Welke competities wordt op 2024 gespeeld? Staat er niet bij. Nee, staat er niet bij. Nee. Afbeeldingen? Nee. Wat bieden we aan? Nee. Ah, toernooien. Overzicht. Ah, jawel. Hier is de armworstelen. Bierpong. Het laatste biertje.
Standaard, verlies 1 op 1. Flunky ball, hardwerp, worp. Een middag aan het einde is er maar 1. Koekje wank, nerfken, blobby volley. Oh my god, blobby volley. Oh my god, Trackmania. Trackmania, waar ik een map pak. Mabo prevent zich de red cabbage. Oh my god, die kan ik juist zo goed. Ik moet daar ook nog wel eens een livestream doen met Trackmania. Ja, dat moet ik nog eens doen. Dat ga ik nog eens ooit eens doen. Nog eens een leuk spelletje spelen. Trackmania. Woehoe, racer. Njong, njong, njong. Voilà. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal misschien nog stressjes terug. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik ga ook eens opnieuw op pad. Nu deze keer naar een kebabzaak. Voor haar. Dan gaan ze ook iets eten. Ik ga zelf gewoon terug sandwiches eten. Dat mijn maag is niet echt 100%. Dus dan ga ik ook niet... iets te zwaar eten. Ik denk gewoon een boterhammetje met siroop of zo dat ik ga eten. Maar nu ga ik een kapsalon halen voor mijn schatje. Dus ja, met looksaus. Woehoe! Dat gaat weer al lekker. Maar één voordeel, hè. Dan blijven er altijd vampieren weg. Dus dan weten jullie dat. Dus ik ga nu richting centrum rijden van Alke. Nee, ik ga nu, waarom zeg je van, waarom ga je dan niet te voet? Waarom niet? Dan is het eten koud als ik hier terug aankom. Dat is ook niet de bedoeling, hè mensen? Nee. Dat is zeker niet de bedoeling. Allee, tot ziens allemaal. Nu weet ik het, waarom die opblaasbare poppen zijn en al. Poppen niet. Unicorn en al. Wel, dat heeft dus te maken met de Q Beach House in Oostende. Vandaag is dus blijkbaar de eerste plank gelegd. Dus jawel. Gaan we er deze jaar dan naartoe? In ieder geval met die kansen wel. Want ik wil eens een bezoekje nog eens brengen aan de Q Beach House. Allee, we zijn hier nu aankomen bij de kebabzaak. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo, laat ik bijna mijn corona vallen. Huh? Anja, zeg ook hier. Anja. Kunnen. Schone nummerplaat. En dat denk ik ook in mijn onderbuurvrouw. Zo was het. Deze gaan we hier op de passagierszetel leggen. Ik ga dan weer al rond. Heb je mijn deur opengelaten? Nee. Maar goed ook. Nu. Richting mijn thuis uit. Terug. Dan kan zij eindelijk eten. Want het heeft wel even geduurd. Dat ze daar niets mee te maken hebben. Ze blijven voor de grond. Daar komt niemand, dat is goed. En jij moet zwijgen. Nieuwsanker. Dus ik kan jullie laten. Ze stond mij blijkbaar wel al op te wachten aan de raam voor ze kunnen waaien. Dan heb ik het over mijn lieve schatje. Lieverd, I love you. Iedereen mag het weten. En ik zoveel van je hou. Mag toch eens zot doen, hè mensen. Mag toch iets lekkers zot doen. Zot. Burgerlijk zot zijn geen zeer. Ja, zo van die dingen. Hè. Maar je kunt ook wel zotte toeren uithalen. Maar dat kan misschien wel eens pijnlijk zijn. Maar zo wat zot doen, nee. Dat doet niet geen zeer. Nina Nosse. Hoe we zien Nina. Dit is dat liedje in mijn kop. Oké, echt hoor. Look, echt hoe.
Schattekoe. Je eten is er. Ik lang moeten wachten. Ja, er waren 3 klanten voor mij. Voilà. Alsjeblieft, schatje. Dankjewel. Ja, dat had ik ook pas door dat ik mijn gsm was vergeten toen ik ginder aankwam. Dat was zo van, fuck, mijn gsm. Ja, kan gebeuren hè mensen, kan gebeuren. En dan dat doet het ook wel eens deugd om eens niet bereikbaar te zijn. Je kan me wel boos stellen. En ik heb schone oorbellen aan. Nou. Wat? Olijven. Pepers. Ja, dat weet ik niet als je dat at of niet at. Hè. Dat kun je ook niet weten, hè. Oké. En ondertussen ga ik op een stoel staan. Weet je wat? Gooi die dan gewoon weg, hè. Voilà. Daarna ga ik deze hier opendraaien. Deze bedoel ik. Deze hier. Heb je dan thee al? Ik heb die toch gaan kopen? Nee, maar ik bedoel vanuit de auto. Ah, dat wist ik niet. Ik was niet aan het opletten. Oké. Okay. Deze steken we dan erin. En deze moeten we dan laten connecteren. Oei, die staat al aan. Ja, die gaat nu connecteren. Dan moet ik wel nog die applicatie nog gewoon gaan opengooien. Hopelijk. Allee, ga dan toe. Ga toe. Ga toe. Voilà, ça. Een echte disco hier nu. In de disco. Ho, ho, ho. Gaan we dansen. Oh, ho, ho. Gaan we swingen, gaan we... Naar de kamer? Ja, Sabiet, ik ga dit nog gauw even zitten. Ah ja, ik moet naar de kamer gaan, want mijn gsm ligt daar. Ja, wil je dan mijn dinges, mijn circus meenemen, oké. Okay. Ja, en breng dan de vormen dat ook. Oké, okay, dus circus. Drinkjes. Ja, graag gedaan. Dan ga ik ook nog mijn gsm halen. Voor het te kunnen instellen natuurlijk. Eens even kijken. Hier. Ik weet niet als het nog flikkert. Ja, het flikkert dus nog altijd. Als het is, schat. Heb je hem? Oké. Okay. Slies, schat. Ja, Maarten. Ja. Oké. Dan hier moet ik dus blijkbaar nog een e-mail en al aanmaken. Dus dat ga je dan ook nog rustig op mijn gemak doen. Voor deze dan niet meer te laten flikkeren. Tot straks of zo allemaal. Yo, 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 yo. Zo, na veel zoeken is het gelukt. Om de lichten hier terug in te stellen op mijn gsm. Want ik moet gewoon nu nog dit zeggen. Lichten aan. Prima. 10 lampen aandoen. Bijvoorbeeld als ik rood word. Lichten... Wacht, hè. Dus als ik rood licht wil hebben. Lichten op rood. Goed. Ik verander 10 lampen naar rood. En als ik bijvoorbeeld naar wit wil. Lichten op wit. Oké. Okay. Ik verander 10 lampen naar wit. Slaapkamerlicht warm wit. Prima. Ik verander slaapkamerlicht naar warm wit. Oké, okay, voilà. Dus het werkt weer. Yay! Eens even kijken als het hier ook mee werkt. Hey Google, lichten uit. Sorry, zo te zien is LSC Smart Connect momenteel niet bereikbaar. Dus via die Google Nest werkt het nog altijd niet. Ah! Oké, okay. Sorry, dat moest er even uit, mensen. Dat moest er even uit. Dat nog altijd niet wilt werken. Help mij uit de nood. Want de jager schiet mij dood. Ja. Wat maken? Allee, mensen, ik ga jullie nu laten. Weet je wat?
Ik ga de vlog ook hierbij afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet meer buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Dus zoals altijd zeg ik... Yo, 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 yo.